voor de man is het denk ik van dit. Dan gaan we kijken of het dan moet zijn. Oh, en op. Ik heb het nog niet gezegd, maar wij gaan onderuit. Jochem Visser, hem zullen dus niet. Er is weg. Hem zien we terug zometeen in de finale als op de fiets blijft zitten. En wie gaat er mee? Wie kan volgen? Is het de platen? Zien we dan meteen een goede start? Pak is Iris van der Linden. Zij pakt hier een goede positie voor die finale. Gaan we kijken wie zij kan volgen. Is de puntjes gaan vergeven worden. Laatste wedstrijd dit seizoen om die puntjes dan te pakken. Paul van der Leij. Hij heeft een goede papier voor die A-finale. Gevolgd door naar die A-finale. En wie is dan op 1? Kenneth Pinkster is dan op 1. En dan hebben we, oh, en dan zien we toch, nou, dan zien we er bijna weer twee onderuit gaan. En is het los. En dan gaan we kijken, dan krijgen we hier een strijder om die vierde positie of niet. Is dan denk ik dus, even kijken, is het Trentse Ros. Het Trentse Ros, en moet dat dan even kijken, dat is... Ik heb geen idee, eerlijk gezegd, het is Trentse Ros in ieder geval hier op plaat nummer 4. Gaan we direct door naar de jongens, 9 jaar race 11 met Brian van Ewijk, Max van Dinten, Emiel Nijmeijer, Rob Doren op zijn thuisbaan hier, Jesper Grop, Nick Onrust, Ruben Boersma en Ramon Pater. En dan gaan we kijken, Rob Doren op zijn thuisbaan, waar dat jongetje zich dan bevindt. En dan zien we op zijn vijfde positie. Moeten we dus nog één plekje doorschuiven, wil niet hoor, naar die finale. Gaan we kijken wat Doren gaat doen, plaatst hij die aanval op Nuland. Dus dan denk ik, Nuland dus slaat die aanval af. Het is in ieder geval van Ewijk op 1. Ewijk op 1, dan is het 861 en dat is de plaats van Nick Onrust. Hij pakt hier dus die tweede positie. Dan gaan we kijken wat Doren doet. Doren opent hier die aanval op plaat nummer 4. Gaat hem buiten binnen of niet? 268. Nuland moet het dan zijn. Is Max van Dinten. Pakt hier die vierde positie en weet de aanval af te slaan van Doren. Van Dinten dus door naar die finale. Zelfde categorie nog steeds. 9 jaar. Jochem Woltering, Jimmy Jansen, Thijs Vis, Niek Meijering, Quinten Bos, Brian Perns, Nick Lene en Luc Bosnes. Weer 8 rijders hier aan de start. Ik verschenen en zijn jij er immers al beneden. Jongens, 8 jaar race nummer 12. Gaan we kijken als we de bocht daar komen, wie we dan meekrijgen. Oh, er is een mannetje van Stay Strong volgens mij. Die rijdt hier op in een Stay Strong pak. Hij slaat meteen alle gaten. Als we de tweede bocht door gaan kijken, gaat draaien. Kijken wat plaat mij met zijn meebrengt. Is dat even zien. 133 en met Jimmy Jansen. Jimmy Jansen op de eerste positie. Gevolgd door 949. Die zorgt voor Woltering. Hij hier op 3. Dan gaan we kijken. Amazon hier pakt hier die binnenbocht. En dan is het, denk ik, 468 alweer. 88. Thijs Vis moet hij dan die aanval gaan openen. En dat is helaas onvoldoende. Dus de laatste bocht die doorgaat. En die vierde positie pakt hij recht even op die finale. Jongens, 11 jaar gaan we leeftijd omhoog. Damon Goering, Daan Vastenburg, Sam Smit, Jarig Cent, Twan Tuchter, Carlos van Hees, Tom ten Hoven en Niels Hobo. En dat volgens mij hier twee rijden tussen deze klasse die ook nationaal hoog overgooien met Carlos van Hees en Damon Goering. En dan gaan we kijken waar de man op de thuisstand zich bevindt. Op plaats nummer 2 gaat ongetwijfeld zo nog naar voren komen. Let op, Damon Goering op plaats nummer 2. Nu wie krijgt hij met zich mee? Is dat even de kijk, de plaats van Carlos van Hees. 2 en 3 dus deze rijders. Maar wie is daar voren? 20 is Daan Vastenburg. Hij weet volgens nog pas af. De komt Goering aan, binnendoor. Gaan we kijken, 1, 2 en 3. En dan de plaat nummer 4. Is dat de Kievelcrossers met 546 moeten er zijn. Sam Smit op plaats nummer 4. En krijgt dan een aanval Haaksberg of niet? Het is Sam Smit op die vierde positie. Gooi doen naar die vierde positie of niet? Het is Paul Schaaf in ieder geval op 1. En we nemen mee de Lochtmenters met Rick Kevenham naar die finale. Gaan we weer een leeftijd hoger met de jongens, 12 jaar en we gaan weer wat ouder, we gaan weer sneller met Bram Eksterkaarten, Tom Grouloze, Kevin Kracht, Nico Elvers, Wino van Rijswijk, Gerard Vreemans, Tok Timmermans en Juri Ilanus. En dan is het de man die volgens mij in de manjes ook 1-1-1 wist te scoren. En in de kwartfinale 1 is het Bram Eksterkaarten. Kent deze baan natuurlijk op zijn duimpje als zijn broekzak en weet waar zijn kansen liggen en waar hij die posities kan pakken. Plek nummer 1 is voor hem. Gaan we kijken wie hem voor volgt. 398. En dat is de plaats van Tom Grouloze. Die rijdt ook de hele dag al sterk. En dan zien we Amazoyen, denk ik. En Lochtprinters. Amazoyen brengt Wino Rijswijk met zich mee. En Lochtprinters moet dat dan zijn. Is Kevin Kracht op plaats nummer 3. Direct door met de tweede halve finale van deze categorie. En dan zien we weer een mannetje naar voren komen. Tino Popma, over techniek gesproken. En hij krijgt nog iemand met zich mee. Als ik het goed heb, was het... Amazoya moet het dan zijn. Boy van Hassel. Van Hassel komt hij dan als eerste uit de eerste bocht. En hij gaat dus met Popma uitmaken wie de positie pakt. Die leidende positie. Maar dan hebben we nog een paar rijden strijden om die vierde plaats. Om die vierde plaats. En dat is op dit moment. Als we de bocht uitkomen met de plaats 500, is dat 63 denk ik. 360. Is dat Nick Bloemendaal? Hij pakt hier de vierde positie of gaat hij nog een aanval krijgen? Komt er iemand aan, is het Zevenhuizen met even kijken, Zevenhuizen is Roy Boonstra die aanval opent, maar het blijft nog steeds jongens 13 jaar, we gaan de leeftijd hoger en krijgen misschien Stong en nee nog niet in deze race, maar wel race nummer 19, Lars van Dongen, Mirko Bakker, Kevin van Dartel, Sander Sturing, Robert-Jan van der Brink, Rodi van Heuvel, Jurin, Jeroen van der Broek en Ramona, nou jongens, Romano Brok, en dan gaan we kijken wie dan de eerste positie kan pakken.
0-32 is Lars van Dongen eerst genoemd op de eerste positie. En ook Mirko Pakken die te rijden. De hele dag is sterk. Oh, en dan zien we Sander met Jury. Krijgt hij zomaar even een aanval. 0-43. En dat doet hij heel knap. Roodje van Heuvel schuift door. Van 5 naar 3. En dan gaan we afscheid nemen. We gaan afscheid nemen, dames en heren, van Sander met Jury. En dat zien we niet vaak. Van Stef Schoon wel echt goed golven. Oh, en er is een hele mooie jumpie van Joey Eichler. Hij heeft een wens van Kiemann om daarin te rijden. Dus dit is op plaats nummer 1. En dan op deze lijn krijgen we mooie sprongen uit Long gekomen bij Elbers. En dat wordt een mooie strijd. Wie gaan zij met je mee krijgen? Remmers komt mee. Remmers komt mee op plaats nummer 3. En dat is... Ja, dat is wel iets verkeerd. En we zien Assen, we zien Wesley Ties. We zien een oranje peer, maar die is niet van hem. Hij rijdt op een andere fiets nog steeds. Is die Mr. Holshot. Scrubbing away hier eerst een stuk voor hem, Wesley Ties. Dus wie neemt die met zich mee? Ruben Mas, Lero van Asdorp, Pascal Mensen, Stijn de Pot, Lars Habers, Jordi Mokking en Remco Smit. Pittige pakkie voor de jongens van 3-15 jaar. Oh, en dan zien we de valpartij. En dan moeten we afscheid gaan nemen. Ik denk, ik weet even niet wie dat is, maar het is in ieder geval Ties op 1. Hij gaat met zijn kleedrijf van Hassel, Mars en het is denk ik Papot op plaats nummer 4. Dat zijn toch wel de gevestigde namen volgens mij in deze halve finale. Die kent die van het EK 2 jaar geleden. Is het Queen Dance tekenen. Whaley. Whaley die voor de man uit Apeldoorn. Jans is in 4-5 en is het weer. Het is weer fotofinish voor deze heren jongens, 15 jaar. Gaan we direct door met Kevin Spanninga, Mitchell Schotman, Leon Ivers, Johan Parels, Ken Hekman, Demi Stoppers, Henk Bosman en Robin van der Meel. En ja hoor, Hekman ligt vier, dat betekent niet een finale voor deze. Oh, ik heb het al even gezegd, al hij stapt van zijn fiets en hij is goed. Maar in ieder geval nemen we wel mee Kevin Spanninga. En... door met de jongens 16 en 17 jarige categorie en dan nemen we mee Matthijs de Ruiter, Dick Jansen, Sjoerd Wiersema, Mark Verstegen, Dylan van Doesburg, Dennis Haafkamp en Daan Overgoor. En volgens mij zagen hier voor de stichting hersentumoren Matthijs de Ruiter kent deze baan natuurlijk ook en laat dat ook wel zien. Pakt hier een behoorlijk aantal meters op de mat en slaat er ook op. En Lieringspot is het de Ruiter, die neemt hij uit zich mee. Dick Jansen komt mee en ook Verstegen komt mee. Plaats 2 en 3 voor hun 530 en dan is het maar zijn Daan Overgoor. En dan is het Jules Wiersema, hij moet afhaken of kan er nog een aanval. Wiersema op 5, is het toch overgehoord. Blijf overgehoord. De laatste knalve finale zit de categorie jongens, 18 jaar en ouder. En het is direct Van der Linden. Van der Linden is weg. Hij is weg, niet meer te achterhalen, of toch wel. Paul van der Leijk op mee, Tom Sluiter, Berjan Mepsen, Jeffrey Koenderink, Houtjes tegen Paul Baan en Rodney Kuipers. 7 rijders die de aanval gaan openen op Van der Linden. Is het Van der Linden nog steeds? Het is Van der Linden nog steeds. Door die tweede kwart komen, dan gaan we meenemen. Oh, en dan zien we Berjan Mepsen moet afstappen van zijn fiets. Rodney Kuipers kan er nog net ontwijken, maar het is in ieder geval Verstegen op 2. En dan komt de aanval, Sluiter binnen door die laatste. Sluiten binnen door die laatste bocht. Koenderink of Sluiten is het extreme fun. Is het Sluiten? Oh,